juist het vertrouwen op gezegd in burgemeester Vreeman. Vreeman had de raad niet geïnformeerd over de extra kosten van het Atje Theater. In Tilburg is onze verslaggever Rick Konijnenbelt. Ja, Rick, hij heeft het dus niet gered. Hij moet weg. Ja, de raad is vrij duidelijk geweest. 24 van de 39 mensen in deze raad hebben gezegd dat ze niet verder willen met burgemeester Vreeman. Maar Vreeman zelf wil niet vrijwillig opstappen. Zo heeft hij net laten weten. Ik sprak hem net. Hij zei nee, we gaan nu een hele procedure in en ik blijf hier voorlopig nog zitten. Ja, hij heeft ook van alles geprobeerd vanavond om die raad te overtuigen om hem te laten zitten, hè? Ja, hij heeft een heel lang uitvoerig betoog gehouden. En waarin zei hij eigenlijk, nou, ik heb het niet tegen de raad verteld om verschillende redenen. Ik heb niet gezegd dat er hele grote kostenoverschrijdingen waren bij het Midi-theater, omdat de situatie hier politiek instabiel was. Ik was bang dat als ik die informatie ook nog eens een keer zou brengen naar de raad, dat er een college uit elkaar zou vallen. Nou, het college was hier al een keer uit elkaar gevallen. Dat zat er nog maar net. Plus zei hij, er is nog een andere affaire die speelde. Er loopt een onderzoek naar een corrupt raadslid. Ik wil niet zeggen dat de man corrupt is, maar dat onderzoek loopt. Hij dacht van ja, als ik al dat soort dingen bij elkaar moet ook gaan optellen, dan wordt de situatie hier zo politiek explosief. Dan kies ik er maar voor om mijn mond te houden en goed besturen, voorrang te geven, boven het toch melden steeds maar aan de raad. Hij heeft die afweging heel duidelijk gemaakt. Luister maar eens hoe hij dat verwoordde hier vanavond in de Raad van Tilburg. Het was voor mij persoonlijk een moeilijke en een riskante keuze die ik volledig voor mijn rekening neem. Dit is mijn verantwoordelijkheid en daar loop ik niet voor weg. Ja, burgemeester Vreeman die loopt daar niet voor weg. Hij was heel fel en heel duidelijk in de beschuldigingen van corruptie aan het raadslid Smolders. En die kon dat natuurlijk niet over zich heen laten gaan. Het zijn al geen politieke vrienden, het is water en vuur. En hij, toen hij het betoog hoorde van de burgemeester, was des duivels. Kijk. De leugenachtige betoog van de burgemeester is een aanfluiting voor de democratie. Een schande voor de democratie. Een burgemeester onwaardig. Hier staan bewijzen in wat er gebeurd is bij de Midi. Om dan te komen met vervolgens alleen maar smaad en laster, dat is echt beneden elk peil. Smolders heeft dus wel zijn zin gekregen. Het vertrouwen in de burgemeester is opgezegd. Ja, maar Rick, ik begrijp eigenlijk niet wat het een nou met het ander te maken heeft. Die corruptie en het niet informeren van de raad. Het is mij ook een raadsel, als ik heel eerlijk ben. Hij heeft het voor hem geformuleerd als zijnde, weet je, het waren allemaal zaken bij elkaar. En als ik die bij elkaar neem, was de situatie zo explosief geweest dat het college was gevallen. Maar eigenlijk heb je het hier wel over twee afzonderlijke zaken. Hij heeft er een verband tussen aan weten te brengen. De raad heeft dat ook niet gesnapt en ook niet geaccepteerd. En die hebben hem dus eigenlijk weg willen sturen. Ja, weg willen sturen, maar hoe nu verder? Want je zei eerder al, hij wil niet. Hoe gaat het nu verder? Ja, een gemeenteraad kan hem niet wegsturen. Hè. Je kunt zijn gedrag afkeuren of je kunt een motie van wantrouwen indienen. Maar een burgemeester is benoemd door de kroon. En dat betekent dat uiteindelijk nu een hele ingewikkelde procedure gestart wordt, waarbij een afvaardiging van de gemeenteraad gaat praten met de commissaris van de koningin. Ook de burgemeester zal nog gaan praten met de koningin. Dan moet er gekeken worden of er ergens nog een oplossing is. Nou, die is er hier volgens mij niet meer. Vreeman moet gewoon weg. Dan is de volgende procedurele stap naar het ministerie van Binnenlandse Zaken, minister Guusje ter Horst. Die moet het uiteindelijk gaan afwikkelen. Het kan nog wel even duren voordat het echt gebeurt. Tot die tijd is Vreeman burgemeester. Theoretisch is er een minieme kans dat hij blijft. Maar eigenlijk is het toch al gewoon duidelijk. Het is onhoudbaar. Oké, dankjewel Rick Konijnenbelt vanuit Tilburg.